voor me Giovanni Vogelaar. Welkom. Gewonnen, alweer. Hoe voelt dat? Ja, voelt heel goed natuurlijk. En ja, we hadden eerst hadden het moeilijk de eerste periode. En dan moesten we even weer terugkomen. En ja, gelukkig met een mooie stand gewonnen. Zo in de tweede periode, dan komt de wedstrijd een beetje los. Heb je dan ook het idee dat dat dan door kan gaan, de hele wedstrijd? Of, Ja, als we eenmaal scoren, dan begint het bij ons langzaamaan te lopen. En dan gaat het met de tijd gaat beter. Hoe zat je zelf in de wedstrijd? Het ging eerst de twee periodes ging het goed en de derde periode niet zo. Leg eens uit. Ja, ik zat niet zo lekker in mijn vel. En, ja, het was even wennen om nu weer hier te spelen. Want ja, je bent net terug van het WK. Hoe ging dat? Ging heel goed. WK, ja, de resultaten waren wat minder, maar we hebben goed gespeeld en een leuk WK gehad. Klaar voor morgen? Zeker weten. Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Man of the match, hoe voelt dat? Ja, goed natuurlijk. Vooral met zo'n wedstrijd als je de nul houdt. Nou, het is gewoon een stukje waardering en ja, het voelt goed. Wat doet het met een goalie als je de nul houdt? Kun je dat eens uitleggen? Oeh, ja, dat is lastig uitleggen. Maar ja, daar doe je het voor. Je geeft het team een kans om te winnen. En wij scoorden nu gewoon genoeg. En ja, het kan ook maar zo zijn dat het een 1-0 wedstrijd zal zijn. Dan is zo'n nul heel erg belangrijk. Dus dit is... ja, het doet wel wat met je, maar het is goed. Het is leuk. Goed gedaan. De wedstrijd voor morgen, hoe sta je daarin? Oeh, ja, dat is een goeie. Ja, ik heb er heel veel zin in. Het is een goede graadmeter, Tilburg. Wij altijd lastige wedstrijden, vooral Tilburg uit. Maar ja, er staan ook veel fans altijd. Dus het is leuk om daar heel te spelen. Het is altijd goed veel lawaai en tegen Tilburg. Ja, het is een beetje een concurrent voor mij. Ian speelt daar, dus ja, we zullen zien morgen. Ja, spannend. Nog plannen voor de feestdagen? Lekker rustig aan en niet te veel eten, want we hebben de tweede kerstdag gewoon een wedstrijd. Dus we moeten een beetje oppassen.